geweest, schatje. Hoe gaat het? Ja, goed. Ja, goed. Ja. Als je klachten hebt, moet je altijd thuis blijven. Ja. Maar als je klachten hebt, moet je ook laten testen. Oh ja? Ja. Maar... Als je maar... laten testen, moet je dus onderweg. Maar als je geen vervoer hebt, moet je met OV. Nu. Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Ja, het is vandaag alweer, ja, 1 oktober 2020. Mijn naam is Karin Stalman van der Werf. En deze lieve schat, dat is Roderick Stalman van der Werf. Ja. En wij gaan zo meteen nog eventjes naar de winkel en eventjes auto tanken. Want ik heb morgen een afspraak. Ja. Om dus COVID te gaan testen. En nee, ik heb geen klachten. Maar ik wil het gewoon zeker weten. Omdat mijn mannetje dus ook in de beveiliging zit. Dus ja, en ik ga ook met heel veel andere mensen om. Dus ik wil het gewoon voor de zekerheid hebben. Dus ja. En nee, ik blijf niet binnen. Geen zin in. Ik weet dat ik ben heel slecht. Maar ja, dus we gaan morgen lekker naar Vlissingen toe. Dus ook daar komt een leuke vlog van. Het autorijden. Dus 1,5 uur heen en 1,5 uur terug. Dus daar komen dus 2 vlogs over. Van het heen en terug. Maar dat komt helemaal goed. En ja, ik zou zeggen heel veel kijkplezier. Deze gloednieuwe vlog. Hé, hey, schatje, hoe gaat het? Ja, goed. Ja, goed. Ja, goed. Even. Maar ja, als je klachten hebt, moet je altijd thuis blijven. Ja. Maar als je klachten hebt, moet je ook laten testen. Oh ja? Ja. Maar... Als je maar... laten testen, moet je dus onderweg. Maar als je geen vervoer hebt, moet je met OV. Maar het OV kan soms te laat zijn. Dus heb je daar klachten over dat het OV te laat is, dan wil je het kan laten testen. Dus je moet dan ook weer thuis blijven. Dus ik snap het niet meer. Snap jij het nog? Nee. Dan zeg ik maar een mondkapje op. Ik moet een mondkapje opzetten, weet ik het. Ik zet een mondkapje op. En dan? Geen idee. Nee, maar, Emma, net zoals als je een klacht hebt van de overheid. Moet je dan ook thuis blijven? Ja, kijk, als je klacht hebt over overheid voor maatregelen bijvoorbeeld. Zoals van de mondkapjesplicht en avondklokken en weet ik wat allemaal. Nou, de klok loopt 24 uur per dag. Dus in de avond ook. Dus ja, waarom moet je dan een avondklok in gaan stellen? Wat is er mis met een gewone klok? Geeft er ook goede tijd aan. Ik vind het een beetje bizar hoor. Een avondklok. Nou, moet je een extra klok gaan kopen voor de avond? Nou, kom zeg. Daar ga ik een klacht over indienen. Maar dan moet je weer thuis blijven. Dus kan je geen klacht indienen. Maar dat kan je nou even via internet doen. Ja, als je internet eruit ligt en je hebt geen telefoon. Moet je eigenlijk naar het internetwinkel. Zeg maar, mijn dingen liggen eruit. Dat kun je even maken. Maar dat mag niet, want je hebt een klacht. Dus wat doe je dan? Dan zit je weer thuis in isolatie. 2 weken lang. En dan wacht je er weer uit, want dan heb je geen klachten meer. Toch? Of begrijp ik het verkeerd? Nee, je begrijpt het niet verkeerd. Het is heel goed. Oké, okay. Nou, dan duidelijk. Ja. Maar net zoals gisteren bij de Action. Geen idee wat er bij de Action gebeurd was. Jawel, dat weet je wel. Nou, kijk. Een deurbeleid. Er is een deurbeleid van winkelwagentje verplicht. Doe je dan met je goede vraag. We hebben boodschap gedaan bij de Jumbo. Ik bedoel, oké, winkelwagentje. Jumbo winkelwagentje, prima. Er is een winkelwagentje, dus mee de Action in. Nee, moet het winkelwagentje van de Jumbo weer naar buiten gebracht worden om een Action winkelwagentje te halen. Zet dat dan bij het deurbeleid dat het Action winkelwagentje moet zijn en niet een algemeen winkelwagentje. Ja, maar Emma, we worden binnengelaten met een Jumbo karretje en ja. We zijn de winkel al in. Ja, alleen ik had dus geen mandje bij me, want ik liep met jou mee. Nee, ik moest apart een mandje pakken van de Action. Dus dat zet ik in het karretje. Heb jij een karretje? Ik een mandje. Ik werd op aangesproken. Ja. Moet een Action winkelwagentje zijn. Ja. Lekker belangrijk. Je mag met Albert Heijn winkelwagentjes gewoon de Jumbo in. Met Jumbo winkelwagentjes mag je de Albert Heijn in. Maar dat kan blijkbaar niet de Action. Nee, is toch moeilijk? Want dat telt niet. Een al ander winkelwagentje dan van zichzelf. Ik snap er niks meer van. Nee. Dus het deurbeleid op de deur staat winkelwagentje of mandje verplicht. Ja. Staat er niet bij van nou per persoon? Nee. Staat er ook niet bij van nou van specifiek aan dit filiaal? Nee.
Zal ik er bij een ander filiaal een mandje beter vinden ergens? En je loopt dit filiaal in, maar gaat dan ook niet? Nee. Vraag maar af. En maar net zoals dan, en dan gaan we naar een andere action en daar is helemaal geen deurbeleid. Nee, mag je zelf je karretje schoonmaken en je mandje en weet ik wat allemaal. Geen enkel probleem. Nee. Als je maar die anderhalve meter afstand houdt. En dan gaan we hier aan bij de action en dan is het ook geen deurbeleid. Nee, ook niet. Snap maar niks van. Ik ook niet. Scheelt weer. Nou, bij de Jumbo is het zo. Bij onze Jumbo dan. Dan worden die karretjes schoongemaakt door winkelpersoneel. Bij de action niet. Moet je zelf doen, als je zin in hebt. Ja, en ik dacht dat een overheidsmaatregel een van die vele was die opgelegd was, dat het winkelpubliek een schoongemaakt karretje aangeboden kreeg. Dat dacht ja, ik doen mensen, die werken het karretje op en prikken dat stekkertje erin. Ja, dan moet je weer een muntje pakken. Ergens vandaan. Maar die muntjes die kan je niet zomaar ergens vandaan toveren. Die moet je uit een bakje pakken waar iedereen met zijn handen in zit. Dat is toch ook al hygiënisch? Ja, maar dat is het altijd al. En ook al hadden we er geen COVID-19 gehad. Ja, en dan nog wat anders. Een winkelpersoneel heeft hesjes aan, houdt anderhalve meter afstand. Ja. Overduidelijk zichtbaar. Mm-hmm. Winkelpubliek wordt geacht van nou, adviseren mondkapjes te dragen. Mm-hmm. Maar goed, je loopt dus die supermarkt in. Ziet dat er een aantal lieden met gele hesjes aan op een kluitje schappen staat te vullen. Moet die ook geen anderhalve meter afstand houden? Nee, en want moet die ook geen mondkapje dragen? Nee, want dat is weer een. Dat is gewoon omdat ze dus moeten vullen. Hun zijn aan het werk. Ja, maar dan kun je ook anderhalve meter afstand houden. Nee, want dat gaat jij niet. Gaat hier vullen, want daarnaast ga ik vullen, maar dan met anderhalve meter afstand. Oh, ja. Als je klaar bent, dan horen we het wel. Oh, ja. Ik vind het een beetje vreemd. En ze ook geen handschoenen aan. Ze hadden nee. Te pakken en in het schap te duwen. En wanneer was ze hun handen? Naar de wc gaan? Misschien wel, misschien niet. Ik weet het niet. Ik vind het erg onhygiënisch. Maar ja. Maar als we deze COVID-19 niet hadden, hadden we er hier en hier ook geen discussie over gehad. Scheelt weer. Nee, dat zijn we tenminste stof tot nadenken. Precies. Ik heb mijn mooie telefoon al gezien en voor het nieuwe jaar. Ja, en daar ben ik nog steeds verliefd op. En Roderick die vindt hem ook mooi. En ook al is Roderick een iPhone persoon. Maar ja, dankjewel. Oh, dankje. Het regent water. Nee, maar ja, hij vindt het toch mooi. Het is al een klein stuk, ongeveer dit groot, hè? Zoiets. Ja, groot genoeg. Groot genoeg zeggen we ook nog, ja. Gauw 11% groter. Hè? Al gauw 11 tot 12% groter. Maar lengte van beeld scherm. Nou ja, ik zal wel eventjes in de foto erbij doen. Sowieso daar. Ergens in beeld. Het zal wel weer waar. Het zal wel ergens. We gaan nu eerst even tanken. Want ja, wat ik al zei, morgen naar Vlissingen. Joepie! En ik ga weer lekker koken zo meteen. Ja. Lekker.
Yummy. Jij lust ook. Ja, je kan het met hem met aardappelpuree eten. Je kan het met aardappelpuree eten. Gebakken aardappeltjes. Nee. Aardappeltjes uit de vriezer. Het is geen groentjes wat erin ziet. Aardappelen. Lekker. Ja. Aardappelpureetjes. Ja, bijna wel. Dus ja. Dan kun je het ook met mes en vork eten. In plaats van met aardappelpuree. Wat? Wat jij gaat maken. Nog één keer. Jij zegt, je kan het ook met aardappelpuree eten. Ja. Mijn vraag is, kun je het ook met z'n vork eten? Ja. Oké, okay, dan is het gewoon. Ja. Nou, we gaan dus nu eerst even lekker tanken. Ja, zeker. Tanken, tanken, tanken. Hopen toch wel, ja. In de droogte. Niet in de luwte of nog in de winter. In de vocht. Nee, maar dat komt wel goed. Dat komt wel goed. We gaan gewoon tanken. Komt goed. Alles komt goed. Wat doe je nu? Ja, dit moet gebeuren, hè? Blik. Homa. Mooi. Rondvloer. Helemaal goed. Ben je er blij mee? Zeker wel, altijd. Oh, mooi. Ik ben altijd heel blij ermee. Ik heb hem hier nog even kijken. Nee, even kijken. Nee. Hier hebben we daar. Tada, tada. Ja, het regent een beetje. Het regent een beetje. Ja, het regent een beetje, ja. Een klein beetje maar. Ja, een heel klein beetje. Bah. Wat zou jij altijd zeggen? Bah. Bah. Het regent een beetje erg. Waarom? Ja, weet ik veel, maar alleen het regent gewoon. Oké. Even de normale wat ga je aan, dingen opschrijven. 2, 4, 6. 2, 4, 6, 3, 6, 5, 3, 6, 5, KM staat dus nu op de teller en dat we net hebben getankt. Oké, okay, is helemaal vol. En waarom schrijf je dat maar op? Dat is gewoon een tik van mij, zodat ik dus gewoon weet van hoeveel kilometer wij gewoon rijden. Per tank eigenlijk. En dat is gewoon verschillen. Want soms dan tanken wij als die op en op de helft zit. En ga zo maar door. En soms dan, ja. Ik vertrouw deze auto nog niet helemaal. Dus ik wil altijd safe hebben dat hij gewoon helemaal vol zit. Oké. Okay. Dat vind ik gewoon fijn. Oké, okay, dat is helemaal goed. Ja. En je hebt nog een reserve tankje. Ja. Ook nog. Ja, ook nog. Klopt. En dat is niet vol. Nee. Lekker leeg. Ja. Scheelt weer in de ballast. Ja, precies. Oh, oké. Okay. Dat is goed. Ja, precies. Inderdaad. En dit was de vlog! Ja, precies. Dat is leuk. Hè? Was even leuk. Ja. Nou, ik wil jullie gewoon bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ja. Vind je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe het riedeltje. Abonneren. Belletje aan. Duimpje omhoog. En laat toch een leuke reactie achter. En dan zie ik jullie gewoon graag morgen weer terug bij een gloednieuwe vlog. Hey. Dikke tuut op je snuit. En tot morgen. Doei!